De link tussen Breugel en het huis is dat een familielid van hem, David Riteniers, heeft hier zeker gewoond. Of Breugel hier zeker heeft gewoond, dat weten we niet. Wij weten wel dat hij op deze parochie heeft geleefd, aangezien hij hier is gehuwd en is hij hier ook begraven. Het huis dat eert ook rond 1540, dat weten we door het onderzoek van het gouden gebinte door de Universiteit van Luik. Maar merkwaardiger nog, er is een kamer hier beneden die blijkbaar is voorgesteld op een van zijn schilderijen, De Dood van de Maagd, in een Engelse privécollectie. Dus hoogstwaarschijnlijk moet hij dan toch dit huis hebben bezocht.